Ja, dit zijn een hoekje, knus ingericht, eigenlijk 6 hoekjes, waar je 6 verhalen kan beluisteren. Het is telkens een verhaal van een 80-plusser die iets vertelt over zijn kinder- of jongerentijd. En het kadert allemaal in het thema de Hof af, dus alles wat met vrije tijd te maken had. Zo kan je hier bijvoorbeeld beluisteren in een stukje van 2 minuutjes hoe mijn oma, welk speelgoed ze had vroeger. Of ook een verhaal over typisch duivensport van vroeger. Of hoe je jouw lief kon leren kennen. Dat is zo wat het opzet om de mensen dat... Ja, mijn mama moet je. Die hebben dan een volksmede gestrooid met putten en boeren en wat weet ik allemaal. En waarom gaan ook heren dat men een gekoest naar zo'n woordleven en zo, hè. En weet je wat dat dan zei, hè? Zo'n paar, zie ik deze. Ik zal daar dan een kindje op praten. Op een vrouw zonder bang. Mountainbiken eigenlijk. Zonder band. En wanneer is op de rotovie? Nee, dat moest wel eens niet recht houden. En dat was op hout of was dat op ijzer? Die ijzer. De janten worden ijzer, hè? Ja, dat waren al ijzeren janten. Ja, en de rusten janten. En van waar heb je die fiets dan gehaald? Van waar kwam die fiets? Ah, dat was een hoofdfiets, dat stond daar. Ik weet niet of dat ook niet zei. Hij zei dat hij een schuurde hoort. En zie, doe ik een keer weer razen. Vinden de mensen het leuk die hier langskomen? Ik heb de indruk van wel. Het is nu al ondertussen een 6 uurtjes aan het lopen. Het is ook wel wat verrassend. Ook omdat het verrassend en toch niet verrassend. Het is ook heel herkenbaar voor veel mensen. Het zijn alledaagse thema's die ja, 70 jaar geleden wel iets anders waren dan nu. Een vrije tijd werd toen toch anders beleefd dan nu. Hoe is het idee eigenlijk ontstaan om dat hier te brengen? Goh, het idee is eigenlijk ja, gegroeid omdat ik die herinnering, allee, die verhalen van familie heel belangrijk vond en waardevol. Ik wou die op een of andere manier bewaren. Dus ben ik begonnen bij mijn eigen oma om bepaalde verhalen op te nemen. En dan bij mijn buurman en met mijn opa. Allee, zo 80-plussers dus, verhalen die eigenlijk snel zullen verdwijnen. Eerst was een winkel en toen was Konkos. Een beetje verder in dat huis door, dat was de café van Van Rossen. En dat was hier tegen Waaland, hè, zijn koeien stond. En dan Noek van Mart was het café. Noek van de Hensestraat. Ja, en tuin. En iedereen hier door en dat. Als ik van Bakski, dat deed ik graag zonder dat huis, was bij Van Rossen. Maar ik moest de week nog ding. In een andere café, daar heb ik een bakje en dan mee en dan heb je met niemand geen naam razen. En het worden hier 2 winkels om Noek. Hier gewoon komen die en twee, het is maar hier draag geweest. Hier tegen 1, 2. Gewoon kon hier, zonder doos moesten we niet hebben, gewoon komen in een andere. Het startschot voor een project. Georganiseerd door Cultuurdienst Nienhoven in samenwerking met Vorming Plus. Ik zal daar nu zelf ook wel aan meewerken. Waarbij dat we nog meer verhalen willen sprokkelen van die novieters van Groot Nienhoven dan over het thema de Hof af. Dus waar leer je lief kennen, waar ga je uit enzovoort. En het leuke is dat we verhalen willen sprokkelen van zowel mensen van 26 jaar en jonger als mensen van 80 plus. Dus dat we een leuk contrast gaan hebben. Dus we zoeken verhalen, mensen die verhalen willen vertellen, maar we zoeken ook mensen die zelf verhalen willen sprokken, zoals ik gedaan heb, gewoon uw oma aanspreken of uw buurman die bejaard is, en heel kort iets vragen en voilà. En elk verhaal is uniek. Wanneer krijgen we die antwoorden dan op die verhalen? Wanneer kunnen we die beluisteren of bekijken? Het is allemaal nog niet zo concreet, maar er is het leuk idee om op de volgende erfgoeddag, volgend jaar, dus in 2016, een wandeling te organiseren. Op basis van verhalen, allee, plekken waar een verhaal aan hangt hier in Nienhoven, waarbij dan de persoon in kwestie iets kan vertellen, of waarbij bijvoorbeeld ja, ik iets kan vertellen of iemand anders, of dat er bijvoorbeeld een herinneringsbordje hangt van hier leerde Jan op de kermis Erik of Paul kennen bijvoorbeeld. Zo toffe anekdotes die we de mensen tijdens die wandeling kunnen laten beleven. Laat ons hopen dat het vlug Erfgoeddag 2016 wordt. Ik hoop met u mee. Dank u.